Peter. Tom. Je hebt action skills unlocked. Ik heb zeker action skills unlocked. Zo ben ik. Ik unlock mijn action skills. Dit was echt gisteren. Dit is luttele uren geleden dat je deze gameplay opgenomen hebt, toch? Ja, in LA mochten we anderhalf uur aan de slag met Borderlands 3. En dit is de eerste gameplay die daarvan te zien is. En we dachten, ik begin eventjes rustig voordat ik jullie meeneem in de gameplay. Ja, in een beetje de skill tree. Weet je wel, dit is dan Zane, dat is je operative. En die heeft een aantal, ja, weet je, die skill trees gaan elk deel al heel erg diep. En je ziet ook dat ze in de core gameplay en ook in hoe dit er visueel uitziet niet zoveel hebben veranderd. Ja, nee, dit is inderdaad gewoon qua kleuren en dergelijke en hoe het menu werkt. Ja, dit is heel erg Borderlands 1 en 2. Ja, het is heel erg Borderlands. Hij heeft onder andere een drone die hij in kan zetten. Ook Borderlands 1. Ook heel erg Borderlands 1. Wat trouwens een mooie flex, dat je gewoon even LA dropt. Gewoon heel door. Oh ja, ik was net in LA. Oh ja, ja, ja. Dankjewel, dankjewel. Ja, inmiddels lang geleden, ik was dat weer vergeten. Ja, de jetlag doet dingen. We zijn op de nieuwe planeet. De eerste nieuwe planeet die ons getoond is Promethea. En dit is dus het eerste wapen wat ik je wil laten zien. De wapen die de pootjes krijgt, Tom. Yeah, guns with legs. Ja, en die guns with legs bleef nu even staan, omdat er geen tegenstander in de buurt is. Hier is het eerste tegenstander die we gaan verslaan. En je speelt ook solo, even. Voor ja. Dat is denk ik wel even. Want ik bedoel, Borderlands, meestal, de meeste mensen spelen het met hun maten, weet je wel, tot vier man samen. Maar dit is, heb je dus specifiek allemaal solo gespeeld? Ja, dit is specifiek. Ja, ik werd solo ingedeeld. Ja, kijk, nee, ja, tuurlijk. Kijk, de guns with legs gaat er ook nog even achteraan. Wat leuk. Dat is echt heel erg fijn. Ja, als deze gun op is, dan gooi je hem gewoon altijd weg. Oh, dat was te raar. Nice. Ook. Ik dig het. Het ziet er al heel vloeiend uit. Ja, het speelt ook onwijs lekker. Het is één grote gewoon chaos op het scherm. Het is zo fijn. Je speelt het ook op PC, geloof ik. Hè? Ja, dat is denk ik wel PC. Voor even de kijk, deze de kan dus. Deze die heeft dus van die een secundair ding dat je kan bom kan schieten. Ja, ik skip af en toe even vooruit, hoor. Want anders gaan we te ver. Dit is Promethea trouwens, de eerste nieuwe planeet die we hebben gezien. Oh, kijk, het ziet er zo niet Pandora uit. Het is zo niet Pandora. Dit is het beginstukje, hoor. Dat is nog een beetje in de soort van woesternij. Maar straks gaan we naar boven en daar is alleen maar bebouwing. En dat is wat wel best wel nieuw is, heb ik het idee. Ja, dat is heel erg nieuw. Pandora was gewoon eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. En dat vond ik op een gegeven moment ook werk dat een beetje zat. Ja, je had wel wat industriële area's, maar het was altijd woestijn. Ja, het was altijd wel een beetje die vibe van Pandora. Ja. Skippen vooruit en je hebt General Kenobi. Je hebt ineens een unicycle hier. Ja. I was trained in the Jedi arts by Count Dooku. Ja, ik krijg nu al ook zin om op zo'n enorme soort van, wat is het... koe te gaan rijden. Ja, je hebt natuurlijk nog wel je buggy die ik hier per ongeluk opstart. Maar het gaat natuurlijk om een nieuw voertuig wat speciaal is voor Promethea. En dat voertuig is heel erg fijn, want dat betekent dat deze heeft een veel kortere draaicirkel. En alles in Promethea is veel kleiner dan in Pandora. De draaicirkel is een kleiner. Kijk, dit is dus de industriële gebieden wat ik bedoelde. Wauw. Ja, dit is... Hoe is het rijden? Want dat is zoals in Borderlands altijd een beetje zweverig. Ja, het is nog steeds een beetje zweverig. Het is al zoals het bij Halo gaat. Weet je, je stuurt niet, maar je stuurt de camera en de wagen gaat de richting van de camera op. Begrijp ik wat ik bedoel? Ja, het Warthog-syndroom. Ja. Ja, het wordt ook shit. Nee, ik volg hem wel. Maar ik vind het al leuk om heel veel bekende dingen weer terug te zien. Ik bedoel, Catch a Ride, weet je wel. Je ziet dezelfde figuren. Ik heb het idee dat ze daar wel echt hard voor gaan in de Borderlands 3. Hè. Het gevoel van 1 en 2 nog een keer, maar dan in het heden. Ja, dat is ook echt een designkeuze die ze hebben gemaakt. Het is vooral heel veel meer. Het is gewoon met de tijd meegegaan, maar je hoeft niet... heel veel vernieuwing op dat front te verwachten. Nog steeds een loot shooter. Het is gewoon echt een loot shooter. Ja. En het gaat heel erg om de humor. En in dit geval ook wel een beetje om het rijden. Ja. Lekker. Hoe vind je het eruit zien, Tom? Ik vind dit er strakker uitzien dan ik had verwacht. Ik zat met de gameplay reveal zat ik al toch een beetje zo te kijken van... Oh, dit... Het oogde wel heel erg als Borderlands 2. Dus ik had zoiets van, hoe zit dat met zeg maar de vergezichten? En hoe zit het met de textures? En als ik dit zo zie, heb ik het idee van... Ja, het is precies de stijl die je zou willen. Precies dat Borderlands gevoel. Klein beetje cel-shaded. Maar gewoon scherper. En daar ben ik helemaal voor. Als er dan lekker veel kleurrijke, chaotische scenario's zijn om in rond te schieten, dan is dat prima. Weet je wel? Ja. Dit is heel lekker. En natuurlijk is er weer overal loot te vinden. Dit is een lootbox! Ja. Randy Pitchford heeft gelogen! Er kwam iets willekeurigs uit! Oké, dit is mijn drone. Die zet ik als eerste even in natuurlijk. Ja, tactisch. Ja. Oh, dit is ook zo'n heel fijn wapen, dit. Let op, dit is dus een sticky bomb shotgun.
Kijk, zie je het? Oh, kijk ook die blood and gore. De ledematen vliegen ook in het rond, hoor. Ja, sorry, ik sta nog perplex van Sticky Bomb Shotgun. Ja, dat hoe vet is dit? Dat woord mag alleen maar in Borderlands universums gebruikt worden. Ja, maar hij heet ook niet officieel zo, hoor. Nou, oké, maar ik vind het vet. Ah, oké, kijk, en nou heb je een beetje je... Ja, die heeft ook een schild voorop, zag je dat? Ja, dus een beetje Gibraltar van Apex Legends gevoel krijg ik daarvan. Vet, man. Ja, kijk, en dan ben je natuurlijk constant bezig om even te kijken wat zijn mijn andere wapens die ik nou net weer binnen heb gekregen. Ja. Want ja, er zijn zoveel verschillende wapens. De tijd pauzeert hier wel. Dat is wel netjes, want ik bedoel, als je dit co-op doet met meerdere mensen, dan waarschijnlijk gaat de tijd gewoon door, terwijl jij, weet je wel, je vrienden dat worden neergeschoten, terwijl jij bezig bent met, ga ik voor dit wapen of ga ik voor dat wapen? Ja, precies. En inventory management en dergelijke is denk ik ook grofweg hetzelfde als Borderlands 1 en 2, ja, toch? Ja, absoluut. Ook dat is heel erg herkenbaar. Ja. Dat was trouwens wel echt een fucking goed schot. Hij blijft ook daar hangen, dat vind ik het leukste. Kijk. Oh, lekker. Dit, mijn god. Dit ragdoll physics die je vast kan pinnen. Kijk, dit is een vuurwapen die de elementen gebruikt, het element vuur. Wat natuurlijk weer beter is tegen bepaalde vijanden. Ja, het is net Pokémon, hè? Ja. Steenpapier schaar met elementen. Met elementen. Nou ja, weet je, dit is Borderlands. Als ik het zo zie, dit is Borderlands. Het ziet er alleen gewoon mooier, scherper uit. En ik denk dat dan al miljoenen mensen daar al tevreden mee zijn. Ja, dat denk ik. Meer Borderlands. Iets nieuwer, iets groter, iets meer. De meeste mensen zijn dan toch helemaal down? Kon ik me herinneren dat Borderlands 1 ook zo hard was grafisch? Was dat zo? Het was wel de bedoeling sowieso dat het hard was. De psycho's zijn altijd een beetje beangstigend geweest natuurlijk ook. Qua ledematen die... Ja, misschien is dat iets meer omhoog gegaan. Ja. Maar ik bedoel Borderlands 1, of gewoon het originele Borderlands, hoe je het ook wil noemen... Toen dat nog niet uit was, was het ook heel lang niet cel-shaded. En misschien dat ze toen met die overgang naar cel-shaded... dat ze het misschien iets kindvriendelijker hebben gemaakt. Want inderdaad, zo'n halve klauw door iemand heen steken... Ik ben toch benieuwd of dat in Borderlands 1 ook zo was. Dat is mij wel iets minder. Iets minder, hè? Ja, en natuurlijk altijd na elk gevecht even je loot pakken, je geld bij elkaar pakken. Iets wat ik op perstrips ook altijd doe, wat altijd heel erg dom is. Want ja... Waarom spendeer je tijd aan... Ja, is ook zo. Maar ja, ik wil dan toch weer alles hebben... Ja. Ja, dan ga je natuurlijk weer even kijken welk wapen ga ik nu weer gebruiken. Oh, deze wilde ik gebruiken, maar die zit op een level cap hoger dan ik ben. Heel irritant. Je weet hoe dus jij gaat. Natuurlijk meteen iemand aantikken. Hey, kunnen jullie even de console openen en mij even level 60 maken? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ja, hoeveel levels... De level cap is altijd vrij laag geweest in Borderlands games. Ik heb geen 30 idee. Of zo toch vaak? Ik heb geen idee. Daar is niks over gezegd. Hmm. Ik ben gewoon benieuwd naar hoe het zit met die replayability. Die minuutjes hebben gewoon echt het 1 en 2 overgedaan. Ja, dat is echt inderdaad ook de icoontjes voor het... Deze moet je nog voltooien en deze is voltooid. Is volgens mij hetzelfde gebleven. Wat denk ik allemaal goed is. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het zit met de herspeelbaarheid. Borderlands 2 is natuurlijk ook jaren na dato nog steeds groepen mensen die dat gewoon lekker chill opstarten. Om gewoon samen even een paar missies te knallen. Amador nog deze week. Ja. Die is weer helemaal wouws van Borderlands op het moment. Ja, logisch. Puur om te hypen hiervoor. We gaan nu even wat verder. Kijk, zij werkt voor een onderneming die een hostile takeover krijgt van een andere onderneming. En dat gebeurt in de wereld van Borderlands natuurlijk echt letterlijk hostile. Oh, vet, ja. Dus jij wordt door haar ingehuurd om dat te helpen voorkomen. Dat zijn trouwens hele fijne granaten. Ja, je gooit dus al als die van deze units zijn leuk. Het zijn dus van die guard bots, weet je wel. Dat is dan ook specifiek. Gebruik je weer wereld. Vuur op robot? Je weet dat geen combi is. Dom, hè? Nou, ja. Ik vind dat het aardig gaat, hoor. Je vindt aardig headshots. Maliwan heten ze, ja. Maliwan Corporation. Ja, die volgens mij ook een heleboel guns gemaakt hebben in het grotere Borderlands-universum, toch? De Extended Universe. Canon is nog canon. Wanneer koopt Disney dit op? Is dat Captain Marvel die ik daar zie? Dit is ook een hele vette. Deze gun gooi je ook weg. En is vervolgens een doelzoekende bom. Zag je het? Man, dat is ruig. Er is iets met... Als iets in de buurt komt, dan springt hij erop af. Man, waarom zijn er niet meer games waarbij je gewoon, als je klaar bent met een wapen, dat je hem gewoon wegjiet? Dat er dan iets mee gebeurt. Oh, maar dat is heerlijk. Dat ziet er zo leuk uit. Die guy is bevroren. Die is behoorlijk bevroren. Ja, wat gaaf. Ja, weet je, als ik kijk naar de gunplay en shit, ook zoiets van, ja, dit is precies wat we willen. Maar hoe zit je met het verhaal ongeveer? Want je zegt net al van, oké, er zijn hostile takeovers op deze planeet of zo. Heb je er veel van gemerkt van wat voor verschillende soort van grotere verhaallijnen er zijn en gekke subquests? Want dat doen we natuurlijk ook voor. Ja, absoluut. Eén gekke subquest komt straks langs. Maar het overkoepelende verhaal is, jij bent... Ja, echt weer een nieuwe Vault Hunter. Je bent ook weer echt een Vault Hunter. En er is een nieuwe secte die heet de Children of the Vault. En de Children of the Vault willen alle Vaults, zeg maar, ja,
leeghalen, overnemen, et cetera. Jij toch ook? Ja, ik ook. Maar wij werken voor de Crimson Raiders. En wij willen deze nieuwe secte tegenhouden. De Crimson Raiders staan onder leiding van Claptrap. Staan helemaal niet onder leiding van Claptrap, maar dat denkt Claptrap. Die heeft een beetje hoog... hoe heet het? Die heeft een beetje hoog als bol. Ja, het idee. Ja, die staan onder leiding van supervette chick. Met soort van... Die lijkt een beetje op... Hoe heet ze uit X-Men? Phoenix. Oh ja. Die heeft ook van Sansa. Van die vleugels. Sansa, ja. Hij heeft ook van die vleugels. En daar ga je voor werken. Dat is het enige wat we weten. En ja, we hebben een character die terugkomt. Oh ja, ja, ja. Herken je hem al? Ja, oh, ja, 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 ja. What the fuck? Wat fijn. Ja, Zero is terug. Ja, je spreekt het niet uit als Zero, want er zit een nul in. Ja. Ik zie je alweer moeilijk kijken. Netjes. Ja, dat is... ja, voor die subtitels, die splash screens, weet je al, daar doe ik het voor. Ja, absoluut. Heel erg Super Smash level character introductions. Ja. Leuk man. Ja, dat is leuk. Die gaat maar dus niet speelbaar. Nee, hij zegt ook, zij zegt ook, ja, hij was vroeger een Vault Hunter. Ja, oké. Okay, ja, ik was hem. Ja, ik was hem. Dus dat ben je dus nu niet meer. Nu gaat hij jou helpen met de missie, want hij wil een of ander zwaard bemachtigen. Een zwaard wat door deze wapenbouwers is gemaakt. Netjes. Je gaat hem helpen dat te bemachtigen. Waarom allemaal? Ja, dat weet ik al. Ik zie jou ook echt gewoon in de gameplay. Zie jou naar alle kleine dingetjes kijken. Is dit loot? Is dit loot? Ja, dat is oké. Dit is eindelijk loot. Oké, ik ben een supergoeie demoist. Want ik weet dat precies wat mensen willen zien. Nou, heel loot. Kon je voorbij de Cuphead tutorial komen ook? Of? Nee, maar ik vind het leuk om die karakters terug te zien komen. Het voelt een beetje als cheap shot, weet je wel. Het is super logisch dat dit ze het doen. Mijn favoriete gun. Sorry, het spijt me. Dit is dus die shotgun met die. Met die bommen erop, die is zo fijn. We gaan verder. Het is een beetje cheap shot. Nee, ik weet niet. Ja, ik vind maar ik bedoel, de wapens leuk. Beter voelen. En dat ze wel met meer planeten gewoon echt wel heel veel meer content op. Ja, nee, ik bedoel meer met zeg maar die referenties naar vorige Borderlands games. Het is een soort van inkoppertje dat ze dat doen. Ja, oh, maar het is gewoon fatsoenlijke fanservice. Ja, maar die mensen houden toch ook van die kerk. Precies, ja. Dus ik vind het fijn om gewoon te zien dat ze daar volop instappen. Dat ze zeggen van oké, jullie willen meer Borderlands. Sure, we maken een nieuwe game. Maar alle gasten waar je mogelijk binding voor voelt, hier zijn ze weer. Dat is netjes. Fire at will. Ja, je bent ook een soort schotachtig. Oh, ik dacht, ik had ook een beetje Zweeds of zo kunnen zijn. Oh, oké. Okay. Dus fire at will? Nee, dat verstand je niet. Dat verstand je echt. Nou, oké, ja. Zijn we al klaar? Want ik had het idee dat je nou een keer dood ging. Dat wilde ik ook laten zien. Oh, final, hoe heet het? Last shot? Final, ja, hoe heet het ook alweer? Ik weet het ook niet hoe het heet. Maar nee, ik ging hier echt dood. Oké. Okay. Als je dood gaat, dan kun je nog één keer iemand neerproberen te schieten. En als je die dan neerschiet, ben je gelijk weer levend. Maar dat was ook in deel 1 en 2. Ja, ja. Was een fatsoenlijke feature, vond ik altijd. Ja, ook wel iets wat in geen enkele andere game gebruikt wordt, volgens mij. Wat ik ook Final Stand. Raar... Ja. Ja, sorry. Volgens mij kwam ik er ineens op, maar ik weet het niet 100%. Oké, het gewoon doen. Oh, she's a British. Lorelei. Oké, dit vind ik een heel raar wapen. Dit is straight up some... Fallout stuff lijkt het. Ja, maar dit is een subquest. We zijn naar een andere plek gegaan. Okay. Mijn subquest is nu om namelijk een beker te pakken van een koffiemok. Lekker. Voilà, hier heb ik een koffiemok. Dit was een missie waar we een barista weer moesten opstarten. Een koffietentje. En toen we eenmaal stroom hadden verzorgd voor die guy. Toen zei hij, nee, maar ik ga jou niet serveren. Want wij gebruiken alleen maar organische mokken. En wij serveren zelf geen mokken. Die moet je zelf meenemen. Dus dit was een ontzettend leuk subquest, vond ik. Ja, nee, het is ook, we gaan nu terug naar de barista. The Rising Grind. Oh, had je daar echt je unicycle voor nodig? Daar had ik mijn unicycle voor nodig. Wat Amerikaans. Oh. Is het duidelijk dat je in L.A. was? Ondertussen word ik even overvallen. Oh, hij vecht ook mee, of niet? Hoe vecht hij mee? Ik dacht dat de barista bot ongeveer dezelfde look had als een van de fighter bots. Maar kan hem eigenlijk. Is ook een lekker wapen. Leuk man. Wat is dit voor crosshair? For real. Ja. Een halve satelliet die erin hangt. Ik hoop thuis niet dat ik hier nog dood ga. Waarschijnlijk wel. Jij had beloofd dat we een dood zouden zien. Ja, dus, dat dacht ik dat we dat zouden zien. Een sterfgeval. Oh nee, sorry. Ik ben helemaal niet dood gegaan. Ik ben super pro. Oh ja, dat was het inderdaad. Ja, ja. Je bent de perfecte demo-speler. Demoist. Ze vroegen jou ook. Ja, 2K was zo van, kun jij voortaan al onze gameplay-video's doen? Oké, okay, zijn dood. Je doet het zo goed. Ja, het wapen voelt wel lekker. Ook qua... ik weet dan niet hoe de gunplay precies is, maar het klinkt lekker. De animaties zijn lekker. Dat is het. Ja. Zit er nog een GoPro voorop? We zijn bij de barista.
Sure, sure. Don't bust an aneurysm or whatever. Just show me that to-go cup and I'll fill it up for you. Je ziet ook dat nu een snor-animatie heeft. Now hold on. Wat een eikel. Sure. En hiermee wil ik een einde maken aan deze video, Tom. Dit is ongeveer een kwartier gameplay. Ik moet nog weten wat de koffie doet. Is het een buff? Is het een collectible? Nee, het is een missie objective. Missie item. Kan ik de koffie niet drinken? Nee, je kan de koffie niet drinken. Je moet het gewoon bezorgen bij Lorelei. Ah, man. Oké, gemiste kans. Maar Borderlands 3. Sluit maar af. Have a lovely day. Or don't. Your call. Yes!